zetten. Ja. Als je dat kan, dan kan je dat gewoon afmaken. En dan kan je de eerste... December is een sjoelmaand bij uitstek. Lekker sjoelen, lekker gourmetten, maar niets is minder dan verliezen van je oma. Daarom hebben we kosten nog moeite bespaard en krijgen we vandaag tips en tricks van een heuse wereldkampioen. Ellie, wat heb je in je hand? De beker van het wereldkampioenschap in 2013. Dus ben je wereldkampioen sjoelen geworden? Wereldkampioen sjoelen in 2013, ja. Wereldkampioen, dat is niet niks. Dat is niet niks, nee. Nee, denk je er vaak aan terug? Zeker, zeker. Wat voor toernooi was het? Was het moeilijk? Het was best wel een lastig toernooi. Maar als het loopt, dan loopt het gewoon. En ja. Het is mij verteld door een Duitse persoon die vertelde, 's morgens al, jij wordt wereldkampioen. En ik zei, ja, dat zal wel. En nu is het december en mensen gaan sjoelen, want familie komt samen. Hè? En dan moet je de tijd een beetje doden, zo is ja. Het toch wel. Als ik nou, ik word niet zo goed als de wereldkampioen, bij lange na niet. Maar als ik toch mijn oma wil verslaan, zijn er trucjes die je kunt helpen? Of concentratietricks? Het zijn alle trucjes. Allemaal, overal zijn regeltjes voor, overal zijn, ja. Wil je me die leren? Ja, zeker. Nou, dat is hartstikke fijn. Zullen we naar de zaal gaan? Doen we. Ja, neem je de beker mee of niet? Ik laat hem staan. Het is zo lastig. Ja, dat is veel te lastig. Ellie, ik zie meteen al wat ik fout doe. Namelijk, ik sta gewoon zo. Maar hoe moet je staan als het beste? Dus ik ga zo staan. Oké. Er zijn ook mensen die zo gaan staan of juist andersom. Hoe sta jij? Nou, hij doet alles fout. Ik doe alles fout. Okay. Ik ben een uitzondering op de regel. Voor de kerstsjoelers, de familiedag sjoelers, stand is belangrijk. Stand is belangrijk. Gewoon qua regelgeving sowieso. Alle vakjes zoveel mogelijk, want dan gaan die bonuspunten. Kantjes leren gooien. De 1 en de 2 gaan het makkelijkst als je ze tegen de kant aangooit. Kijk, dat gaat een stuk makkelijker als je dat... Ja. Als je dat kan, dan kan je dat gewoon afmaken. En dan kan je in de eerste en de tweede beurt gewoon de middelste volgooien. Moet ik je niet uit je concentratie halen? Ik denk dat het is. Nee hoor. Gaat prima. Gaat prima. Ja, toch tips gekregen? Ja, flink oefenen. Flink oefenen. Goede stand. Proberen eerst de hoekjes. Dat vond ik een goede tip trouwens, want in het begin staan de brikken er nog niet voor. Precies. En concentratie. Concentratie is heel belangrijk. Bedankt. Dan ga ik flink veel oefenen.